docent muziek op maat is een opleiding voor mensen die geïnteresseerd zijn in en behoefte hebben aan het geven van lessen, muzieklessen op basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hbo. Het is een heel breed gebied waar je uiteindelijk terecht kan komen. En de mensen die zich kunnen aanmelden, dat zijn vooral mensen die een docentendiploma hebben en die een bachelor music diploma hebben. En afhankelijk van die twee doe je de 2- of de 3-jarige versie. En rechtop zitten, denk aan het touwtje, hè? De 2-jarige variant, die is voor de mensen die bachelor music doen. Dus je hebt bijvoorbeeld saxofoon gedaan, je bent afgestudeerd. Dan is dat een mogelijkheid om bij een assessment toegelaten te kunnen worden voor de opleiding. De 3-jarige variant is voor mensen die bijvoorbeeld een docentenopleiding Nederlands of docentenopleiding Engels hebben. En die zich juist daar verder in willen bekwamen in het geven van dat vak muziek. En dat 3e jaar extra op die bachelor music studenten is bedoeld om je meer te bekwamen in je hoofdinstrument. Ik ben dansdocent van beroep. En als dansdocent gebruik ik ook veel muziek en dat linkt ook veel aan elkaar. En ik heb altijd al de wens gehad om conservatorium te doen, maar dat is met een baan en kinderen, het is gewoon niet te doen. Dus toen ben ik gaan zoeken naar een variant in deeltijd en toen kwam ik hier terecht. Hartstikke goed. Gaat het goed? Ja, hard werk, hè? Binnen de opleiding heb je 1 dag, de woensdag, les. Van 9 tot 7 moet je ook echt je dag vrij houden voor de lessen hier. Dus ze komen 's ochtends om 9 uur en dan hebben ze de hele ochtend les. Van mij of van andere collega. En dan 's middags hebben ze een heel ander programma. Dus zanglessen, bandcoachinglessen, theorielessen. Ja, eigenlijk alles wat met muziek maken te maken heeft. En dan is het nog theorie. En als laatste vak van de dag is het gitaarles of piano. Dus het is soms echt een lange dag. Ja, de mix in de groep is superleuk. Sommige studenten hebben consultoring gedaan en anderen zijn al actief in het onderwijs. Dus wat dat betreft kun je veel van elkaar leren. Ik had een pianist die echt al jarenlang piano speelt. En die helpt bijvoorbeeld een docent die voor een klas staat en moet gaan zingen met de klas. Helpt hij met piano spelen. Hoe doe je dat nou beter? In theorielessen heb je qua niveau verschilt het best veel. En ook daar kun je elkaar tijdens de les of na de lessen kun je elkaar daarin ondersteunen. Na 2 of 3 jaar dan heb je natuurlijk je bevoegdheid in handen. Je hebt tools om met de klas muziek te gaan maken, te spelen, te zingen, een schoolband op te zetten, een schoolkoor op te zetten. En natuurlijk kun je dan echt je passie voor muziek gaan overdragen op leerlingen. De meeste studenten komen terecht in het onderwijs als muziekdocent basisschool, vakkelijk krachtmuziek of muziekdocent voortgezet onderwijs. Je kan ook lesgeven op een PABO. Er is een enorme hoeveelheid aan mogelijkheden. We hebben hele goede docenten en Zwolle is gewoon een hele leuke stad om te studeren.